Ik ga jullie stap voor stap laten zien hoe je het flesje klaarmaakt. Als het babytje honger heeft, gaat het signaaltjes afgeven. De baby kan gaan smakken, kan al wat geluidjes gaan maken, kan de tong gaan uitsteken. Dan is het tijd om het flesje te geven. Maar eerst gaan we kijken wat we allemaal nodig hebben. Voeding, een fles met speen, kraanwater en een magnetron. Het is heel belangrijk dat je hygiënisch te werk gaat. Daarom wassen we eerst onze handen. Zorg ervoor dat je geen sieraden om hebt, want daar kunnen zich bacteriën in ophopen. Lees voor gebruik de verpakking. Hoeveel water heb je nodig en hoeveel schepjes voeding? Dit is afhankelijk van de leeftijd van de baby. Vul de fles met water. Dit mag gewoon met kraanwater. Wanneer je lodeleidingen hebt, moet je het water wel eerst even koken voor je het in het flesje doet. Het beste kun je het flesje opwarmen in de magnetron, omdat dit supersnel gaat. Dit doen we in twee etappes, tot ongeveer 35 graden. Tussentijds haal je het flesje er even uit en zwenk je het. Dit doe je om eventuele hittebronnen eruit te halen. En nu de voeding erbij. Dit doen we door middel van het doseerschepje. Je strijkt het af en dan voeg je het toe aan het flesje. Je hoeft de voeding niet aan te drukken. Afstrijken is voldoende. Gebruik een vork om alles goed door te roeren. Let erop dat je niet te hard roert, want dan krijg je luchtbelletjes in de fles en dat kan darmkrampjes veroorzaken bij de baby. Voordat je de fles gaat geven, is het heel belangrijk dat je de temperatuur controleert. Dit doe je door een druppeltje te plaatsen op je pols. Als je niks voelt, is het goed om aan de baby te geven. Het flesje is klaar om te geven. In een van de andere video's ga ik jullie laten zien hoe je de baby de fles geeft. Oh ja, let erop dat je de voeding koel, droog en afgesloten bewaart. Want als er vocht bij de voeding komt, gaat het klonteren en kan je de voeding niet meer juist doseren. Wil je nog meer handige babytips? Ik beantwoord nog veel meer kraamvragen in de andere video's.